Het gaat over tijd. Iedere tijd heeft een eigen klank. We kennen die Iskevet-scènes. Met die dichters uit de 50e jaren. Die dan een lekker glaasje bier drinken. Zo spraken ze gewoon vroeger. Ik heb interviews met mezelf in, wanneer was het? 71 of 72. Johan Berkhemmer, wanneer ben jij met componeren begonnen? Nou, ik weet eigenlijk niet of ik het wel componeren mag noemen. Ik praat er gewoon zelf zo. Het is gewoon een andere stem, zet ik op. Dat is het, dat zit in de tijd, in de lucht. Gaat het? Ja, gaat. Hoi. Goed? Ja, ik heb me voorbereid, Johan. Ja? En, beviel het? Ik ga alleen nazinnen. Nou, het is interessant, ja. Ja, hè? Ja, het is interessant, ja. Mengelberg zijn tijd was het zingen nog heel dicht bij het spelen op instrumenten. En vroeger was het sentiment eigenlijk nog ongegeneerd. Ik denk dat Willem Mengelberg is heel extreem in zijn uitingen. De verstillingen van het werk en de dramatiek van het werk, dat wordt heel erg geaccentueerd. Waarom zou het kaal en zonder emotie moeten? Als je het over het Erbarmendich hebt. Ja. Ze doen alsof het allemaal een dansfeest was. Ja, maar doe even tussen. Vind ik mooi. Ik persoonlijk vind het mooi. Als je deze muziek. Wat doet Mengelberg? Dus die zegt nou hier, bedoelt Bach, dat er tijd genomen moet worden. Het staat er niet. Bach schrijft bijna niks bij. Af en toe is piano, af en toe is forte. Heel af en toe pianissimo. Maar verder schrijf je er niets bij. Niets. Dus die muziek is zo groot dat je moet ermee doen wat je denkt dat het goed is. En Mengelberg die deed dat eigenlijk heel integer. Is de tempo, is het normaal tempo voor jou of is het al heel lang? Nee, het is hartstikke langzaam. Ja. Daarom, ik heb nu ook echt helemaal anders gezongen dan ik anders doe. Ja. Als experiment. En?
Valt ja, ik krijg een soort hersenkrank, maar... Ja, ik kan niet gewoon ook. Okay. Nou ja, dat is echt het doorbreken van de gewoonte. Hè? Dat is natuurlijk ook de uitdaging. Dit is materiaal, uitvoeringsmateriaal waar de orkestleden uitspeelden. En hier zit de partituur in. Wow. Zullen we maar gaan kijken? Ja. Zo. Weet je wat hij doet? Hij is de eerste slag. 1, 2, 3. De tweede slaat hij onder. Bom, bom, bim, bom, bom. Die paasklok. Wat is dat hier niet zo langzaam? Het is een zes. Niet zo langzaam, ja. Al die details die je hoort. Kijk, Johan, dit is toch ook wel bijzonder, hè? Dit was dus een eigen materiaal, hè? Tirom, bom, tim. Dan gaat hij weer groter slaan. Dat schrijft hij er allemaal bij. Nu komt hij eraan. En dan gaat naar die andere wat, hè. Ik denk, wat kan, is dat je die eerste adem, ja, dat kan, hè? Ja, dat tot hier.
Maar dit zingt wel lekker, ja. Het zingt lekker, maar al helemaal als je...